In deze tiendelige videoserie gaan we het hebben over formatief handelen en hoe je dit concreet kunt inzetten in het klaslokaal. Bij formatief handelen gaat het om wat de docent en de student doet om het leren in kaart te brengen. Wat is het doel? Waar staat de student nu? En wat moet de student nog doen om verder te komen in het leerproces? Vandaag gaan we het hebben over het verschaffen van modellen. Want waarom is het nou zo belangrijk om modellen aan te bieden? Met het verschaffen van modellen wordt bedoeld het inzicht geven in de stappen die zijn gezet om tot een bepaalde oplossing te komen. Studenten hebben namelijk cognitieve steun nodig om taken en problemen te leren oplossen. Uitgewerkte voorbeelden helpen om die stappen zichtbaar te maken. Door inzicht te geven in de stappen die je moet doorlopen om het probleem op te lossen of de opdracht te voltooien, leert de student beter hoe je dit kunt doen, waardoor de student het ook sneller leert. Hoe kun je als docent dan modellen verschaffen? Dit zou je kunnen doen met de werkvorm Denkstappen. Stel, je wilt studenten leren hoe ze per mail kunnen aangeven dat er wat problemen zijn op stage. Je begint met de opening van de mail, laat een paar uitgewerkte mails zien en vertelt stap voor stap hoe de mails zijn opgebouwd en welke denkstappen je dan doorloopt. Je vertelt hoe je de mail opent, hoe je aangeeft waarover je mailt, hoe je het probleem beschrijft en hoe je de mail dan afsluit. Laat studenten het vervolgens zelf doen. Geef de studenten een half uitgewerkt voorbeeld en laat de studenten het aanvullen. Doordat de helft al is ingevuld, worden studenten gestimuleerd om opnieuw naar het voorbeeld te kijken. Daarna kunnen ze zelf aan de slag. Je kunt eventueel in een tweetal de denkstappen die ze hebben genomen nog een keer laten bespreken. Wil je meer tips of hulp? Ga dan naar mbomediawijs.nl/slash werkvormtool. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.